De wedstrijd op een hege mar bij Heeg van de IFKS. Er leidt een draaihoek in en dat we hier haast niet een keer wel te bezielen. Hier de start, Kees Riesebos. Hij zit er mooi bij. En wat zou dat mooi wezen voor de debutant dat hij dit keer een hele mooie klassering in deze wedstrijd Sielekoer. Elke Dijkstra een hele mooie start. Maar bij Heeg, die eerste tonnen. Daar komt de jonge Jasperoon van Siep Meijer. En Sibo Siesling zit erachter. En ertussen zit Kees Riesebos. Hier Siep Meijer aan boord van de jonge Jasper. En die draait wel heel rom om die tonnen heen. Want ik heb er nog een paar seconden tussen. En dat betekent dan mij deze ronding van de eerste tonnen dat Kalsbeek, Huisman, Meijer en Siesling de 1-2 rijden en Fjouwer binnen bij die ronding. Maar in de achterrijn komt dan Walter de Vries, de glorieuze winnaar van Juster. In onvaring met de jongens van Los. Ja, hij kent het toch de wien en dribbelt gewoon in het scootje. Ja, en dan krijgen de man van Los een protest onder kont. Dat zal letterlijk deze dag wel uiteten worden hoe dat al je zit. En de bopper zit nog Kees Riesebos. Hij luidt weg van die, hij kan er net voortkomen. Ja, maar een paar oren die maakt zich zelfs gebruik van deze situatie. Tony Brundel met de Lietse Lies. En Henk rechts met de Uten Thuis. Die zegt dan van dankjewel. En dan komen wij op een vijfde en een zesde plak. Troch. Ja, en dan bij die lege tonnen is het toch lang net uiteten. Want wat bad je er al hier? Ja, ze middelen een soort nieuwe woorden van die skippers. Want Hendrik Keizer van Staren die drinkt in de tusken. En dat is hier goed te zien. Begin even waarom in het hier. Daarachter bij Peter Koe, daar leidt de Ton. Den Jonken, daar leidt Hendrik Keizer. En met het grote wietersheil, met de pompenbladen, komt dan Elke Dijkstra. En hij drinkt in de tusken. Ja, en dat mij eigenlijk net. En Elke Dijkstra zei het van, dan krijgt ze mij een protest. En dat zult ik letterlijk wel weer uitdieten worden. En daarachter komen de jongens van Los. Niet zo alleen te grieën met Walter de Vries daar in die vorige route. En Siep Meijer hier onder het helm houdt bij die tonnen bij het dorp Heeg. Sjocht dus achterom hoe dat het field erin leidt. Nou, hij sjocht dan ook deze situatie komen. Een situatie daar bij Sibo Siesling hier jochs in beeld snoei en snoei het voor al die oren scootjes langs gaat. Delmer Los die liet er lissen en ik, Elke Dijkstra, die gaat er allermachtig het voorbij op zijn oorboord. En het wat het wel on je, want die man is al jaar over het bakboord. En het gaat ook maar krijg goed, want is er genoeg ronde voor Elke Dijkstra om er heel krap om te draaien. Want dat zou heel mooi wezen, want een winter werd een plak. Ja, hij kinder tussen troch, de wordt roppen van bakboord, bakboord. Maar ja, die hoeft elke keer ziel lezen te Jan van Zels. Want dat kinder zelfs wel. Hij kan heel makkelijk er tussen troch draaien. Zo eens even, hoeveel ronde er won het is, maar die jongens van Los. En dit is dan de Noors van de Grutte Pier van de jongens van Delmer en Jelle Los. Begin een totale route verder, werd bij diezelfde hege tonnen bij het dorp Heeg. En zij schuiven achterom en om hem heen, want hoe komt deze situatie dan? Daar komt Sibu Siesling weer om. Er wordt bakboord erop. Ja, maar er wordt twijfeld daar op het achterdek, vol als net voor ons. Nou, Delmer die dwart het net, hij stuurt hem erachter los. Ja, hij kan wel roppen van bakboord, maar het schip die al heel lang voor de Noors van Delmer Loos, dat schip van Sibo Siesling. En ik heb wel zeggen van ja, dan krijgt van mij een protest, maar zoals hoeveel romte er eigenlijk wel is. Ja, Lolle Schakel die dwart het er net heel tussen te kroepen, want die had dat vanzelf wel jet. En ik Walter de Vries, die komt er nog achter ons zetten. Ja, wat maak je dan van? Nou, daar wordt even praten. Jelle Los, die iep het gesprek even met de vertegenwoordiger van Walter de Vries daar op het achterdek. Van Hastoosjoen, hoe dat hier bij die situatie? Stien wij in uw rjocht. Ja, dat wordt wierst. Want ja, daarin was ook nog een protest van Los, Tien Walter de Vries. En dat je dan wel zo reewillig binnen om dan een woord te helpen. Ja, dat had er zelfs maar aan. En dan de finish in de vijfde route. Jacob Huisman die leidt allermachtig aan vooruit. Maar Siep Meijer, maar de jonge Jasper, die hier de gang erin. Die hier de reden diesel eruit en de super benzine erin dienen. Want hij kan verskorrend het op de man met de kader nou in. Van Kolm.
inrin. Zoenen ze die eerste positie behoren kunnen. En dat zou mooi wezen. Want Jacob Huisman die ziet al een periode droeg qua oerwinnings. Maar wegdraaien. Chen, dat ziet mij er net tussen komen, Kim. En wat is dat? Het spultje mooi. Draaien en keren. Zo op naast je finish. En hier komen ze weer aan. Links in beeld. Ziet Meijer. Haast bij die ton. Werd finish voor de kin. Soetenom krijgt nog misleren. Dat krijgt van de finishstreek. Ziet Meijer er toch nog vargiet. Dat zult toch net. Nou, hier wordt dan draait. En hier had de guit weer te pakken. Op wij naar die streek. Dat er oorsketten wordt. De boeren die er nooit een scootje schoen hebben. Verjeer eerst bij de wedstrijd van de IFKS op een hege markt. De uitslag hier op Heeg. Als eerste dus Jacob Huisman, mooie de Utrechtstriët, Var, Siep Meijer en Michael Kansbeek. Vierde Tom Brundel, vijfde Henk Rechts, zesde Sibo Siesling, Var Walter de Vries, de winnaar van Juster. Achtste plak Delmer Los, njogende Ilke Dijkstra, tiende Martin Vlasbloem, of de Lolle Skakel. Tolfde Peter de Koe, Gis Olijem maar Bedel, onderhoorn Kees Riesebos. Dan het tussenklassement na drie wedstrijden. Bob Oorn, Walter de Vries, Var Jacob Huisman. Tweede plak Sibo Siesling. Vierde plak Siet Meijer. Vijf Delmer Los met 14 punten. Zes Michiel Kalsbeek. Zoon de winnaar van vorig jaar. Tom Brundel. Voor Ilke Dijkstra, Peter de Koe. En onderhoorn plak 15 is nog Henk Keizer. En helemaal onderhoorn Kees Riesebos met 44 punten. Intussen, hier jongens coach. Delmer Los.